Chris, ik kon het even niet laten om dat korte clipje aan het begin van de video te doen. Gasten, ik ben Koen van het kanaal Koen Gaat Gamen en ik upload zoals jullie zien even een video op Chris zijn kanaal. Ik denk ik maak hem gewoon en ik stuur hem naar op en ik zie wel of hij hem uploadt. Zou natuurlijk hartstikke vet zijn. Ik zou echt heel blij zijn als hij hem uploadt. Ja, ik ben Koen van het kanaal Koen Gaat Gamen. Ik upload vooral op mijn eigen kanaal GoPro montages en ook Call of Duty video's. Maar ik wil niet te lang over mezelf gaan lullen, want ja, dat is natuurlijk niet echt heel erg interessant. Op de achtergrond gameplay zien jullie een MW3 gameplay. Het is een MOAB op de map Terminal met de Scar L. Dus gewoon een lekker standaard MOABje. Gewoon lekker om naar te kijken. En dan ga ik snel over naar het onderwerp waar ik het over had, want de video duurt niet super lang. Ik was deze zomervakantie op Corsica. En ja, jammer genoeg moeten we weer beginnen met school. Maar nog even over de zomervakantie dus. Ik was dus op Corsica. En het was echt super gaaf daar. Ik heb best wel veel video's gemaakt over Corsica op mijn kanaal. Ik heb echt super veel dingen gedaan. Ik ben gaan canyoningen en zo. Maar wat we ook vaak daar deden was beachvolleyballen. En heel veel mensen kwamen altijd kijken bij beachvolleyballen. Het was een heel evenement op het park. En op vrijdagmiddag waren er altijd toernooien en iedereen deed er altijd aan mee. En wij gingen met alle Nederlanders op het hele park, gingen we samen een team vormen. En ik had nog nooit gevolleybald in mijn hele leven. Maar daar heb ik dus een beetje leren volleyballen. Ja, weet ik veel. Ik heb alles gehoord van al die Nederlanders, want die zaten allemaal op volleybal. En het leuke was dat heel veel mensen dus kwamen kijken. Dus het was een heel evenement op het hele park. En daar kwamen dus ook altijd twee meisjes kijken. En die kwamen uit Zwitserland. Dus dat zijn eigenlijk gewoon Duitsers. En die vroegen dus een keer aan mijn zusje van, hey, hoe oud is die jongen? En ze hadden het dus over mij. En wat is zijn Instagram? En het was, ik vond het echt niet leuk. Want wie vraagt nou aan mijn zusje wat mijn Instagram is? Dat vraag ik toch aan mezelf. En toen ik dus weer in Nederland was en zij waren weer in Zwitserland, toen begonnen ze mij dus via Instagram te vragen, yo, wat is je Snapchat? En via Snapchat hadden ze dus mijn nummer gevraagd. En ik dacht, weet je, Wat kan er fout gaan? Ik geef gewoon mijn nummer. En toen begonnen ze mij dus te appen van, hey, hoe gaat het en zo. Ja, wel in het Engels natuurlijk, van how are you doing en zo. En het was allemaal heel leuk en aardig en we hebben gewoon op zich lange gesprekken gehad. Maar op een gegeven moment was ik er klaar mee, weet je. Boeien, ik hoef niet echt heel veel meer van je te weten. Het heeft ook geen zin, want jij zit in Zwitserland, ik ben in Nederland. En ja, ik vond het ook niet super leuk. Het is dat zij appte mij meestal en ik appte een beetje kortaf terug van, ja, weet je, hou even je mond, ik heb andere dingen te doen, video's maken, naar school, weet je. En ik vond het een beetje nutteloos om de hele tijd te gaan appen met haar, omdat zij in Zwitserland zat en ik met Nederland, dus in Nederland. Dus ik zei op een gegeven moment tegen haar van, yo, ik wil er eigenlijk mee stoppen. En toen werd ze echt fucking mad, ze vond het echt niet leuk. Ze ging ineens al haar reacties op mijn Instagram foto's, ging ze allemaal verwijderen en zo, Het was echt niet normaal. En ze werd echt super boos. Ze ging ook allemaal spraakberichten naar me toe sturen. En hier is een spraakbericht wat ze naar me stuurde. Moet je luisteren wat ze zei. Verdammt vet arschloch. Ja, ik weet niet of jullie er wat van konden verstaan. Ik versta er helemaal geen moer van. Ze zei iets met gans, zwetje, arschloch of zo. Ik heb echt geen idee. Ze vond het niet leuk in ieder geval. Maar nu heb ik dus een beetje ruzie met haar op WhatsApp. En ik heb er gewoon nu geblokt, want ik heb er echt geen zin meer in. Maar ik dacht, het is wel een leuk verhaal om te vertellen. Want ja, ik vind het gewoon niet kunnen dat je aan mijn zusje gaat vragen wat mijn Instagram is. Heb gewoon de ballen om dat aan mij te vragen natuurlijk. Want dat vind ik gewoon echt heel kinderachtig als je het aan mijn zusje vraagt. Weet je, kom op, hallo, je bent 15 jaar. Ik ben 15 jaar. En misschien, volgens mij zij ook. Maar dan vraag je het gewoon aan mij. Maar jongens, de gameplay zit er alweer bijna op. Ik heb de map al lang weer gedropt. Hopelijk vond je deze video leuk. Geef deze video sowieso even een like. Support Chris, ook in zijn andere video's. Echt een dikke shout-out naar Chris dat ik gewoon zomaar een gastrolvideo kan uploaden. Het is echt super nice. Bedankt voor alles, Chris. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Misschien op mijn kanaal, misschien op de volgende video van Chris zijn kanaal. En dan zie ik jullie gewoon misschien een keertje terug. Later, gasten.